Goedendag. Nieuwe kans, hè? Ja, eerst ga ik hard lopen. Kilometer 6 gelopen. Snel douchen, ontbijten en dan gaan we door naar de eerste kooi. Oh yes. De eerste officiële dag. En de eerste officiële dag dat we vissen gaan kijken. Snel ontbijten. Horloge te krijgen op de Nederlandse tijd. Dat gaan we gauw even aanpassen. Volgens mij zitten er een aantal mensen al beneden. Snel ontbijten. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Dus vandaag is één grote verrassing. Maar goed, we gaan het wel meemaken. Oh, het is alles nog lekker groen hier. Oh. Ik zou bijna vergeten dat ze rijden hier in Japan, rijden ze hier links. Dus af en toe moet je wel eventjes goed opletten. Dat kan je zomaar je leven kosten. Gaat het goed, Owen? Ja, gewoon prima. We zijn bij Sakkazoom, hè? En om je een klein beeld te geven. Deze visjes die zijn een centimeter of 18. En die kosten hier alleen al 600 euro. Dus je moet je voorstellen, voordat die in Nederland zijn, heb je het gewoon over 800, 900 euro. En dan moeten ze nog verkocht worden. Niet normaal. Het zijn prachtige visjes, dat wel. Gaan we aan de geld. 80.000 yen. Nou, niet meer. Ik ga nog een paar kijken. Wow, lijp beest, hè? Kijk. Oprotten. Je gaat hem niet pakken, hoor. Oprotten. Ja, echt opzouten. Je bent niet goed, hoor. Oprotten. Daar ligt die. Klerenlijn. Pak hem bij zijn vleugel, hè? Maar dat ding is groot, joh. Niet te dichtbij, hè? Kanskop, hè? Wasvullen, hè? Juist, dus hij is groot, jongens. Eén bonk spier. Ja. Dat is echt niet normaal. Die GoPro. Oh, die loopt terug en dan... Ik zou aankomen zo. Ja, maar dat doen we nu ook. Eentje voor het shot. Ik
Hi. How are you? Hello. Hi. Hi. Thank you. Hello. Oh. Wow. Wauw. Hoi. Knippen. Wauw. Wat ontzettend wit, zeg. Kijk, dit is wit. Dit is wit. Dit is echt niet normaal wit. Wat een. Echt heel lang geleden dat ik zo'n gigantische Jumbo Platinum ook al heb gezien. Super. Waanzinnig. Oh, oh, sorry jongens. Marco, die kan mooi bij jou bij. Godzakkerie, man. Wat een beestje. Ik denk dat hij de eerste mooie vindt. Mooi, ja. Ja. Oh, 60. Hij las van boven. 67. Nee, 67. Nee. 3. Oh, daar. 63 in plaats van 55. Kom jij even de jas al nemen? Lekker, ik moet het erg van, ik niet op, maar. Zie je, het is echt wel. Eindelijk. Sushi time. Hier gaan we een jaar op gewacht, Marco. Dikker me. Dat is inderdaad het allerergste. De mensen die het zien, die zouden zeggen dat dit zalm is, maar dit is het dus niet. Dit is dus gewoon tonijn. Dit komt echt vers uit zee, zit hier vlakbij zee. Dus mensen die denken dat tonijn een donkere kleur heeft, is er niks van waar, want het lijkt gewoon meer op zalm. En dat geldt andersom trouwens ook, want de zalm hier heeft tonijnkleur. Dus wil je echt tonijn hebben, dan ziet het er zo uit. Ja jongens, cheers. Nou, even de hond uitlaten jongens. Marusai Koi Farm. Oftewel alias de varkensstal, zo wordt het wel genoemd. En waarom wordt het nou de varkensstal? Het wordt de varkensstal genoemd omdat het, als je ziet de buffels die hier zwemmen, het is op beeld misschien goed zichtbaar, de vissen die hier zwemmen hebben allemaal tussen de 60 en 70 centimeter. Dit is al tussen de 70, nou ja, misschien wel zelfs uitschieters naar de 90 centimeter.
vissen hier die op een of andere manier deze kweker altijd gigantisch grote vissen, ook wel body. Het is niet normaal hoe groot ze zijn. Het kan zijn dat je dus nog een verzoek hebt, een verzoekopdracht. Laat me dan even weten. Ja, ik kan mijn nummer onder in het scherm zetten, maar anders kan je ook gewoon WhatsApp sturen naar 0620341012. Ja, ik ben hier nog 10 dagen, dus mocht je iets willen, laat het me even weten. Dan gaan we iets moois voor je uitzoeken.